Een heel belangrijk onderwerp binnen de seksualiteit is sexting. Het is een onderwerp wat nu heel actueel is, maar wat de komende jaren waarschijnlijk nog heel veel aandacht zal krijgen. Sexting houdt in dat je berichtjes of foto's stuurt met een seksueel getinte inhoud. Nou, het idee van sexting is al eeuwen oud. Nou, het komt namelijk al uit de periode waarin er liefdesbrieven werden geschreven. Waarin er erotische gedichten werden geschreven voor de ander. Dus het idee van sexting bestaat al heel lang. En is naar mijn idee onderdeel van een seksuele ontwikkeling. Van nieuwsgierigheid naar de ander. Naar het openstellen van jezelf voor een ander. Het probleem ligt hem alleen in de manier waarop sexting tegenwoordig plaatsvindt, waarbij het internet een belangrijke rol speelt. Door het internet kunnen we zo snel dingen versturen naar een ander. Hè, daar waar je vroeger heel lang nadacht, voordat je een brief op de post deed, of wanneer je een foto moest laten ontwikkelen, is het nu een kwestie van seconden waarin er een foto wordt gemaakt, waarin er een berichtje wordt getypt en het naar een ander wordt verstuurd. Dus daar waar het onderdeel is van een hele gezonde seksuele ontwikkeling naar nieuwsgierigheid die erbij hoort en die al eeuwenlang bestaat, wordt het nu toegepast op een manier die ons ook wel kwetsbaar maakt. Want jij kan het zomaar doen, maar de ander kan er dus ook zomaar iets mee doen en kan het dus ook zomaar naar een ander doorsturen. Dus het is altijd goed om je bewust te zijn van naar wie je het stuurt, waarom je het stuurt, wat je stuurt, in hoeverre jij herkenbaar bent. Dus sexting mag. Het sturen van seksueel getinte berichtjes of foto's is iets wat iedereen wel een keertje zal doen. Maar ga er alsjeblieft bewust mee om.